I'm not fond of Amsterdam as a product for tourism, like the touristic product Amsterdam. It's for me somewhat. But isn't it that like all big cities do this kind of stuff? Je kijkt naar Up Network. We staan vandaag in Amsterdam en achter mij het Museumplein. De JOVD wil de letters I Amsterdam terug en wij gaan vragen waarom. Ja, nou, we staan hier vandaag op het Museumplein op de plek eigenlijk waar de I Amsterdam letters stonden. We maken ons zorgen omdat wij vinden dat Amsterdam als stad is hun concurrentiepositie kwijt in het raken als marketingstad, als city marketingstad. En Amsterdam was eerst heel vooruitstrevend daarin. Hè. Nu zie je dat ze eigenlijk voorbij worden gestreefd door steden als Praag, Berlijn en Londen. En dat is doodzonde. En wij vinden dat de letters terug moeten komen. Dat is waarom we hier staan. Dus vandaag is de kick-off van de campagne. Is it like the old sign that used to be over there? Yeah. Yeah, some people are protesting, you know, to bring the letters back actually. Yeah, I mean, we come every year and it's normally nice to get like a group photo there. It's kind of, this is a bit underwhelming compared to the actual sign. I am Amsterdam. Yeah. I am Amsterdam, I think. Yeah. I am Amsterdam. What does that mean? Het is een hele rare maatregel die het gemeentebestuur heeft genomen onder het mom van de bestrijding van massatoerisme. Nou. Do you know what it says? I'm Amsterdam, yeah. Basically. Amsterdam, yeah, basically, yes. And before we had some beautiful letters and then a political party decided to remove them and therefore there's an action going on. And why did they remove it? Ik krijg heel vaak de vraag, waar is I Love Amsterdam, waar is I Amsterdam? En daar heb ik eigenlijk veel vragen over en je merkt toch dat mensen toch teleurgesteld zijn dat het er gewoon niet is. Dus dat is wel jammer eigenlijk, ja. En wij hebben in december heel hard, oktober, november, december, heel hard eraan gewerkt dat we bijna 12.000 handtekeningen kregen. En heel veel mensen die zeiden, waarom moeten ze weg? De plek waar we het allemaal mee eens, daar hoefde die niet te blijven, precies voor het Rijksmuseum. Maar op een andere plek, op het Museumplein hier, hopen wij dat de jongens het voor elkaar krijgen. Van miniatuur, van Lego, tot een kunstenaar die er wat mee doet. Maar we hopen dat ze terugkomen. Ja. Nog. En hier en hier. Kijk. Oh, oké. Okay. Ja. Dus ik heb toch een beetje een nostalgisch gevoel als je dit ziet. Weet je, ja. Is toch mooi die letters. Ziet er toch prachtig uit dan? Ja, ziet er keurig uit. We zijn er heel blij mee. Jammer dat het weggehaald is. Maar wat ik al zei, kijk, ik ga niet zeggen van hierdoor komen minder toeristen. Maar daar voel je het zelf in. Nee. Het is toch, maar het is wel een ding dat toeristen wel vanwege selfies en zo natuurlijk dat ding wel leuk vonden, toch? Ze vonden het heel leuk, ja. We krijgen heel vaak de vraag van I Amsterdam, waar is het? En die teleurstelling, die zie je echt in de ogen dan. Ja, het is weg, ja, die zie je wel? Die zie je echt zo van, die is echt zo weglopen, een beetje echt teleurgesteld, zeg maar. Ja, het is echt zo, ja. Ja. Well, each year we come on tour and we try and get a photo with the I am Amsterdam sign, but obviously that's not here, so it's quite, at least we had to it's a relief. Something to have a photo with. Quite funny, not quite the same. Dit wordt helemaal niet breed gedragen, het weghalen van de letters. Dat is echt een onpopulaire maatregel. Het grootste deel van de Amsterdammers is er ook tegen. En wat je ziet is dat het binnen GroenLinks ook al een beetje borrelt. Het grootste deel van de GroenLinks-kiezers is ook tegen. Meer dan de helft. En daarnaast is een jongere partij dwars. Hebben ook aangegeven dat ze het eigenlijk pure symboolpolitiek vonden. Het weghalen van de letters. Maar helaas wilden ze onze actie niet steunen. Het zal ongetwijfeld niks te maken hebben met de aankomende Europese verkiezingen. Dan mag je opeens blijkbaar niet meer kritisch zijn op je moederpartij. Maar goed, ja, wie ben ik om daar iets van te zeggen. I'm not fond of Amsterdam as a product for tourism. Like the touristic product Amsterdam, it's for me somewhat. But isn't it that like all big cities do this kind of stuff? I think you know, when you go to Paris, then you have to tour. Okay, but the most exciting cities, why is everyone going to Berlin? Because Berlin was for a very long time not that there wasn't this focus on tourism that much, so it was kind of an ugly city. Then there was a space for discovery. If everything is already planned out for you, it's boring to go there. It's like, as if you go to a Disney World of Amsterdam, Disneyfication. Oh wow, okay. Oh, this is
Wacht even, misschien moet jij even vragen. Hey, ja. Wat zien we nou gebeuren? Ja, nou kijk, je ziet het nu gebeuren. Dit is het effect om als je die iconische letters daar neerzet. Ook al is het heel klein, dan zie je wat het effect is. Volgens mij moet ik nu een foto gaan maken. Oké, okay, guys! 1, 2, 3, yay! Bedankt voor het kijken naar een aflevering van Up Network. Like en deel deze video en vergeet je vooral niet te abonneren. Neem ook eens een kijkje op onze Facebookpagina en geef ons een dikke like.